Yo guys van Het Pro Games, leuk dat jullie kijken naar weer een gloednieuwe video van Clash Royale. Oké, we gaan spelen, maar ik ben hier niet alleen. Ik wil een momentje heel even wachten. Ik ga even kaarten vragen, maar welke kaarten zal ik vragen? Ik wil even die Valkyrie vragen, maar ik ben hier niet alleen. Ik ben mijn iPad, die code moet even nog ingetypt worden, jongens. Oké. Ik ben hier met mijn iPad. Oké. Ik wil even wachten tot iemand mij gaat doneren. Wacht, ik ga heel 2 tegen 2 clan met vriend spelen delen met de clan. Oh, wacht, ik moet heel even mijzelf doneren. Huppakee. En we gaan battelen tegen andere mensen, jongens. Die hoofdtoren van die andere gast hoeven wij niet te zien. Oké, ik heb hier een reuze skelet. Hier. En een babydraak. Kijken wat hij gaat verplaatsen. Oh my god. Daar heb ik wat nodig hiervoor. Ja, zo. Kom op. Oh my god, de andere kant. Ja, dat verdedig ik even. Huppakee, zo. Oh my god, nee. Fireball. Wow, deze gast verdedigt goed. Hij doet nog extra damage op die ene toren. Hij mag verder niks verplaatsen. Ik heb hier... Lumberjack, hup. Die maak ik wel af. Huppakee. Huppakee, boom, zo. Nou jongen, ik maak deze wel af met de mega gunsteling. Deze maak ik af met die skeletleger. Ja jongen, ik maak deze af wel. Deze maak ik wel af, alsnog. Ja jongen, die Inferno draak is down. Hij heeft al één toren van een down. Dat mag niet nog een keer gebeuren. Dat laat ik niet nog een keer gebeuren. Woede! Snel woede! Doe het! Ja jongen, ja, boom! Kom op, die toren moet down, come on! Inferno draak, dat irritantje dat je... Oh nee! Oh. Hij gaat lachen ook nog! Jongen, wat een faggot dat je bent! Hier. Je gaat niet lachen. Ik ga boos gezicht. Je gaat niet lachen. Nou, hij gaat toch niet lachen, jongen. Ik ga nu revengen. Kijken wat we kunnen doen. Oké. Het gaat nu goed komen. Deze keer gaat het lukken. Let maar eens op wat we kunnen doen. Oké, jongen. Oh, maar waarom verplaats ik een reuzenskelet? Dat moest ik niet doen. Jongens, snel. We zijn de hele tijd in aan het verdedigen. Kom op. Ja, we kunnen het. Oké, we zijn er. Ik heb een leger. Waar moet ik bang voor zijn? Hier heb ik toch ook al een baby draak. Huppakee. Even damage doen op die toren. Die moet down. Die moet down. Hey, en die is al down. Hey, vriezen is mislukt hoor. Come on, yeah, dude. Oké, die Valkyrie moet... Oh my god, barbarians. Nou, die gaan dood. Huppakee. Oh my god, daar heb jij het wat. Hier, die barbaren gaan ook dood.
Oh my god, die deed net geen damage. Jammer, want barbaar doet denk ik 170 damage of zo. Geen idee, maar hij doet wel een damage. Eén damage maakt ook wel wat uit, want anders beschadigen die de toren. En daar hebben wij een P.K. en die verdedig ik wel met de witch. Zo. Oké, jongens, daar hebben wij de win. Lalalala. Oh my god, snel, we doen wat. We can do it. Finish that. Die P.K. doet net een damage. Net één keer geslagen. Oh nee, je gaat het niet doen, jongen. Hier, wat dacht je hiervan? Nou, wat dacht je hiervan, leger? Hier moet ik niet bang voor zijn, hoor. Een lavahond aan de andere kant. Huppakee, daar. Oké, jongens, die lavahond laten we. En dan halen wij makkelijk easy die toren down. Ja, jongen. We kunnen winnen, als we ons best doen. Hij had serieus nog maar 21 HP, jongen. Haha, nou, daarnet had ik echt een groot leger. Wat een groot leger had ik. Jongen, ik heb hier een reuzenkist. Oh my god, jongen. Oh my god, die moet ik voor 12 uur openen. Oké, 12 uren. Oh, wacht. Hier kan ik wat openmaken. Een gouden kist op mijn iPad. Ja, jongen. Even bij de opdrachten iets ophalen. Oké, zeldzame kaart. De mega gunsteling. Oké. Maar, wat is dit? Sluit dat ding af. Maar we gaan met vrienden spelen en delen met de clan. Want ik wil die kroonkist openmaken. Yeah, jongen. Ik heb een reuzenkist gekregen. En dat vind ik echt wel chill. Ja, jongen. Deze verdedig ik wel met dit. Oh my god, de Magic Archer. De reuzenskelet is de defender van ons. Jongen. Oh my god, die andere kant, die verdedig ik wel. Met Easy Lady Wizard. Ja, jongen, we halen die andere toren down. Huppakee. Lekker. Hij verdedigt niet, hij wil alleen attacken of zo, deze gasten en zo. Ja, we can easily win. Wij kunnen easy winnen, jongen. Oh, jongen. Ja, dat skelettenleger laten we. Ja, nou, doe maar een klein damage. Nee, dat maakt... Oh my god, dat maakt wel uit. Nou, die heeft een toren down. Oh my god, die toren heeft nog maar 50 HP. Kom op, we kunnen winnen. We kunnen makkelijk winnen. Geen probleem. We can easy win. We can easily win. Boogschutters zijn irritant even. Die kunnen down. Oh wacht, die Magic Archer. Oh my god, die Inferno draak. We kunnen winnen, snel. Die Inferno draak was te laat. Ja, ga maar een verdrietige emotie zetten. Oké, thanks man. Kom, hebben wij die kroontjes ontgrendeld? Nee. Lang niet? Oké, dan niet. Ik kan nog niks upgraden. Oké. Ik wil even die kroonkist omgrendelen. En daarom heb ik mijn maatje nodig. Dat is mijn iPad. Waar ik trouwens mee aan het spelen ben. De bevroren bergtop arena. Laten wij de kant, rechterkant, aanvallen. Omdat hij heeft de pikka. Hij heeft de pikka. Wat we gaan doen. Daar heb ik een idee. Die vuursgeest laten we. Huppakee. En dan heb ik de skeletleger. Nou, jammer voor die 7 elixir. Jammer voor mijn elixir, want ik moet die niet verspillen. Nee. Nee, jongen.
Die twee baby draken halen die toren easily down. Als hij pijlen heeft, dan kan hij ook easily dat ding down krijgen. Oh my god, jongen. Daar heb ik een mega gunslinger voor nodig. Ja, hij heeft down. Nou, dat kan. Nou, die deed net geen damage op die hoofdtoren. Oh, wacht. Shit. Maar bij mijn iPad vergeet ik de hele tijd die elixirbal. Dat vind ik niet kunnen. Ja, nou, die hebben we down. Oh my god, daar hebben we de PK voor. En hier hebben we een skeleton voor. Nou ja, en de witch. Die houdt dat ding easily down. Nou, die PK gaat zeker al down. Oh my god, nee. Dat gaat je niet lukken, dit. Dat gaat hem niet lukken. Nee, die Inferno draak schiet hem neer. Huppakee, die P.E.K.K.A. is ook down. P.E.K.K.A.'s zijn niet zo slim. Ze zijn sloom en doen niet snel damage. Oh nee. Hier heb ik een mega gunsteling en een wizard voor nodig. Oh my god, hij deed één keer damage. Dat was niet zo chill. Het is dubbel elixir tijd. We gaan in de aanval, jongens. Alle kanten. Hij heeft iets laten bevroren. Jongens, woede! Woede, wow, kijk, mijn leger gaan. Haha, boom, jongen. Wow, mijn leger. Kijk, mijn leger aan. Met woede aan het einde. Als we van alle kanten verspreiden, kunnen we easily winnen, jongens. Dat gaat echt goed. Woehoe. Oké, maar bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk? Abonneer beneden. We hebben alleen gewonnen, jongens. En tot de volgende video. Laters!